Vandaag kijk ik naar het nieuws. En wat zie ik? Overal terreur, terrorisme, aanslagen, verdachten. Oeh, het is weer raak, mensen. RTL Nieuws. Exclusief beelden van de arrestatie terreurverdachten. Maar als er nou echt iets aan de hand is, dan doen we toch altijd in het belang van het onderzoek niet te veel naar buiten laten komen? En nu hebben alle nieuwssites, krantensites, mainstream media, hebben de info, hebben de beelden. We geven alles gelijk vrij. Bam, overal, Google News, het is overal weer. En weet je wat er met dat is? Dan geloof ik het niet meer. Want als het gehyped wordt, zo gehyped, terwijl er niks gebeurd is. Dat was tot nu toe alleen maar een paar aan elkaar geplakte telefoons en wat maagtabletten of weet ik veel wat. Dan moet het zo gehyped worden. Vind ik raar. Als er een gaswolk ontsnapt, dan horen we ze niet. Nee, hè, want we moeten geen paniek zaaien. Nee, maar als er twee buitenlandse mannen worden gearresteerd op bevel van de Amerikaanse overheid, dan moeten alle nieuwszenders exploderen. En terrorisme deskundigen komen er aan het woord. En hoe groot de kans is dat het terroristen zijn. Ik word er gewoon misselijk van. Ik word er echt serieus waar. Ik word er gewoon misselijk van. Het is dat er nog mensen zijn die de intrap überhaupt. Ik begrijp het niet. Ik snap echt niet dat er mensen zijn die hier nog intrappen. Die nieuwslezer zit gewoon glashard te liegen. En als het wel zo zou zijn dat het terroristen zijn of ons wat kwaad zouden willen doen, dan ten eerste, zou het dan niet komen omdat wij hun landen ingaan, ze bezetten, al hun grondstoffen stelen, onder het mom dat ze ook democratie moeten hebben? Dus dat betekent allemaal mensen die verkozen worden doordat ze er goed uitzien en goede reclamecampagnes maken. Weet je, gewoon al die onzin, gewoon heel die neppe democratie die wij hebben, die willen wij hun opdringen. Terwijl dat we hun grondstoffen stelen en hun vrouwen en kinderen vermoorden, het Westen. Die mensen hebben dus wel inderdaad een goede reden om ook een keer hier naartoe te komen. En dan zouden het terroristen zijn. Ja? Of gekken. Die zou je altijd houden. Want nu gaan ze binnenkort weer met regeltjes komen. We moeten dit soort regels. We moeten nog sterkere bodyscanners hebben die ook vocht kunnen zien. Zodat je niet binnen 10 keer er doorheen kanker krijgt, maar zodat je binnen 3 keer er doorheen al kanker krijgt. Want er is wel aangetoond dat die dingen schadelijk zijn, maar dat tezijde, dat moeten jullie maar lekker zelf op gaan zoeken op internet. Dan krijgen allemaal weer nieuwe regels, omdat het allemaal niet veilig is. En Alberto Stegeman, die gaat weer een documentaire maken over Schiphol en alles. En dan gaat hij er niet bij vertellen, net als de vorige keer, dat die man gewoon naar binnen was gebracht. Door iemand van de Amerikaanse overheid of geheime dienst. Dat hebben ze toen in Amerika toegegeven. Een dag voordat Alberto Stegeman met zijn shitprogramma op tv kwam. Jammer dat er niet veel mensen de alternatieve media lezen, want dan had je dat soort dingen gewoon geweten. Maar het is gewoon in ieder geval weer één grote hoax. Mensen, de angst wordt minder, omdat er natuurlijk een poos niks meer gebeurd is. En we moeten wel bang blijven en gemotiveerd blijven om landen als Iran aan te gaan vallen binnenkort. Want dat moeten we natuurlijk wel doen. Want ja, die zijn een partij gevaarlijk. Ik vind het in ieder geval weer, het is weer spectaculair, mensen. Dus als je spektakel wil, kijk nu naar de mainstream media vandaag. Want je krijgt echt je spektakel. Terroristen, actie, gevaar. En vergeet niet s'avonds nog eventjes om bang onder je deken te kruipen. Want dat ze weer gaan toeslaan. De gevaarlijke terroristen, waar we allemaal bang voor moeten zijn. Communisten, nazi's, drugs, terroristen, het maakt niet uit als er maar iets is waar wij bang voor zijn. Want bange mensen laten zich makkelijk leiden. En als je bang bent en iemand heeft een oplossing, dan zal je er gauw mee akkoord gaan. Hun maken het probleem. Wij reageren erop. Hun bieden de oplossing. Het is toch wel wonderbaarlijk. Mensen, ik hoop dat jullie er niet in getrapt zijn. Of dat jullie zeker even een tweede keer nadenken naar dit filmpje gezien te hebben. En bezoek www.klokkenluideronline.nl, www.argusoog.org, www.infowars.com en verrijk jezelf met een beetje alternatieve nieuws of zo. Tot de volgende keer.